De Nationale Assemblée heeft vandaag een ontsmettingsmachine in ontvangst genomen. De fractieleider van de VHP, Aziz Gayadin, via wie de donatie is gelopen, zegt dat met deze donatie de gezondheid van DNA-leden en het overig personeel wordt gegarandeerd. Het werk moet worden voortgezet. Een mening die wordt gedeeld door DNA-voorzitter Marinus B. Het komt op het juiste moment en ik ga je vertellen waarom. We zijn al 2 weken met die discussie bezig van wat zou de positie van de Nationale Assemblée moeten zijn in deze corona-stressende periode. En een groot deel zegt, we moeten blijven werken vanuit onze verantwoordelijke rol. Ja? Het land mag niet stuurloos worden en wij zijn geroepen om in de frontline te staan met alle gevaren van dien. We begrijpen de consternatie natuurlijk van een klein deel die zegt van in feite zouden we voorlopig niet moeten werken. Dat kunnen we niet accepteren. Ja? We hebben een stukje verantwoordelijkheid en we moeten invulling daaraan geven. Maar natuurlijk kan je de kreten die er zijn niet negeren. En het besluit is toen genomen om extra voorzieningen te treffen, zodat mensen op een comfortabele wijze toch het werk kan doen. De ontsmettingsmachine is geschonken door de Lotus Group. Directeur Sanjay Subaran Singh stelt zich op het standpunt dat de gezondheid in het hoogste orgaan van staat goed moet worden gewaarborgd. En daar wil Lotus Group een bijdrage aan leveren. We zijn gestuurd op de sanitizer kiosk. De sanitizer kiosk is een middel die ontzettend veel gebruikt wordt in het buitenland. In Europa en Amerika met name al. Het is heel hygiënisch. Tegenwoordig staan er heel veel collega's, mensen met een hand sanitizer of een handpompje die gebruikt wordt om je handen te reinigen. Nou, dit vervangt alles. Dit is een persoon op zich. Het doet het werk, het doet alles, het doet ook van alles om je handen te desinfecteren, zodat je sowieso al coronavrij wordt verklaard op je handen en dat je ook hygiënischer wordt aan je handen. Want je weet wel, heren, we raken van alles aan. En dit heeft niet alleen een effect straks als coronabestrijding, maar in de toekomst ook dat dit gebruikt kan worden om hygiënische doeleinden. Directeur Sanjay Subaran Singh van de Lotus Group, van wie de Nationale Assemblée vandaag een ontsmettingsmachine heeft ontvangen.